gratis. Krijg je alles voor elkaar. Echt is al 100 jaar de nummer 1 elektronica winkel. En om dat te vieren hebben we ons in het nieuw gestoken. We hebben bij Zins gewoon iets met de beste prijzen, de beste service en feestelijke aanbiedingen. Wat dacht je hiervan? Deze Acer laptop voor 499 euro. It's Electronics. Best buy, best service. Alleen deze week bij Praxis. 15% korting op alle prijzen. Ja. En een Bosch accuboormachine voor maar 85 euro. Profiteer en kom nu langs bij Praxis. Denk zo maar. Stupid hack. Did she want to be there? He won't be there. She said because of all the other ones. Yeah. He needs to pee the white one. The white one? He goes all the way here to pee, but I mean. He didn't pee. He won't pee there because it's all the others are there. You know, he goes separately. He doesn't go where the rest is. En een temperatuur van 17 of 18 graden. En die doen we de eerste week tot 21 graden in het zuiden van het land. Ja, een prima dag met op veel plaatsen dus een warm neerschieten. En dan de dagen die volgen. En volgende week ben je daar alweer direct naar de Nederland. Het is quiet te spelen. Hè? Ze zijn stil. Om het sneetje dicht te maken en een gewone pleister tegen het bloeden. He, want dat houdt het bloed een beetje tegen. Nou, dan blijft het zo plakken. Goed. Dat is mooi. En dan adviseer ik u wel om naar de huisarts te gaan. Ja. Om even met name de wondje op de knie, want u bent natuurlijk buiten gevallen. Om te even bij de huisarts na te vragen of u tetanusinjectie moet krijgen. Ja. Ik zit altijd in een klein hoekje in ongeluk hier. Ja, ja, dat kan gebeuren. Maar zit ja, ja. Dat denk ik zo dan. Ja, wat zit je niet met mij aan de hand? De knie zal nog wel wat pijnlijk blijven. Ja, ik hoop het ook. En het hoofd ook. Nou, het beste, doe eens te gaan. Ja. En komt dan nog goed. Ja, 23 minuten heb je nog, dus doe het niet. Rustig gaan. Okay. Ja? Oké, kom dan maar goed. Het beste hoor. Dag. De wonden van Gregor zijn goed geheeld. Hij nergens meer last van. Nou, pas de zon geworden. Rudy Moekenbach voelt zich helemaal niet lekker. Omdat ze een paar weken geleden een bloeding in haar hoofd heeft gehad, komt ook semi-arts neurologie Manda Lons haar grondig onderzoeken. Het lukt Rudy alleen niet om uit haar woorden te komen. Heeft u al het gevoel dat de kamer draait? Ja. Dat u zelfs scheef staat? Ja. Dat is het. Het heeft een pasjes. In de kleinschap. Ja. Wil je dat zo graag even zien? Er is even in je ogen schijnen. Kun je de wenkbrauwen optrekken, dat u weer op de baas kijkt? Ja. En de ogen heel stijf dicht blijven. De tanden laten zien. En de wangen opblazen. Oké, heel goed. Wat zien jullie aan die tanden? Nou, aan die tanden niks, maar wat ik zie is dat u uw mondgat weer open kunt doen. Verpleegkundige Berber had mevrouw Lauwe en haar gezel uit de wachtkamer. Mevrouw heeft haar wel plezier bij de aan van de kant. Wat was er niet gebeurd? Ik denk dat het er ja? En nou, dat is.
Om te zien of er iets gebroken is, worden er röntgenfoto's gemaakt.